Prachtig. Ja, nou, dat komt zomaar in me op. Is het een bestaand stuk? Is het een bestaand iets of verzint u iets te plekken? Dat is gecomponeerd op het moment. Prachtig. Ja. Ze speelt eigenlijk alleen nog maar voor zichzelf. Treedt al lang niet meer op. Maar zodra ze de cello weer in haar armen sluit, lijkt de tijd stil te staan. Ja, hij is nog steeds mijn beste vriend, hè? Dat wel. Vrienden van de inmiddels 86-jarige celliste Els Knaver-Rats spoorden haar aan haar bijzondere levensverhaal eens op papier te zetten. Dus schreef ze het boekje Mijn leven in vogelvlucht. Over de hongerwinter, het afbranden van haar huis in Frankrijk, inclusief een grote kunstcollectie, maar vooral ook over de liefde voor haar man, haar familie en haar cello. Ik heb er twee, maar dit is het instrument waar ik eigenlijk altijd mee speel. Dat is een oude Italiaan. Een Stradivarius bedoel je? Geen Stradivarius, maar wel een heel mooi instrument. Een Stradivarius. Ik heb wel eens ooit op een Stradivarius gespeeld. Ik speel, als het kan, iedere dag. Maar de laatste tijd is dat een beetje in het slop geraakt. Juist door al dit soort dingen, hè. Waarom vindt u de cello het mooiste instrument dat er is? Nou, om de donkere tonen toch die dit heeft, hè. Ja. Weet je, het komt het meeste menselijke stem nabij. Meer nog, dan de viool. Als de viool zo heel hoog gaat, dan heeft hij soms ook iets wat een beetje, ja, hoe moet ik dat uitdrukken, een beetje scherp in ieder geval heeft, hè? Dat wel. Ja, dat heeft de cello, kan dat ook hebben, maar dat hoeft niet, hè. Gedurende haar drukke, werkzame leven schreef ze een driedelig handboek voor de cello en reisde ze 18 jaar lang, 3 dagen per week, naar Maastricht om les te geven op het conservatorium. Samen met haar man Frans en haar zwager reisden ze als trio de halve wereld over. En oh ja, tijdens haar eigen studententijd op het conservatorium werkte ze samen met de wereldberoemde dirigent Bernard Haitink, die ze altijd Herman noemde. Wat is de mooiste ervaring die je hebt meegemaakt met de cello? Oh, wat ik meegemaakt heb. Daar moet ik heel hard over nadenken. Ik heb heel veel dingen. Nou, dat ik met anderen heb samengespeeld, bijvoorbeeld met mijn man en mijn zwager. Mm-hmm. Dat vind ik één van de mooiste dingen die ik gedaan heb. En dat we echt overal gespeeld hebben, ja. De wereld eigenlijk overgetrokken met een instrument. En zo mooi dat ik altijd dan 2 tickets moest kopen. 1 voor mezelf en 1 voor de cello. Want die stopte ik dus niet in het ruim natuurlijk. Dus die moest gewoon een plaats hebben. Die heeft altijd een plaats naast mij gehad. Een ander hoogtepunt uit haar carrière is de cd die ze opnam met meesterpianist Daniel Weinberg. De belangrijkste levensles uit haar autobiografie is een duidelijke. Ja, voor andere mensen. In ieder geval dat je niet stil moet zitten in het leven, maar wel iets moet doen.
En het liefst voor anderen iets. Iets waar anderen ook plezier aan beleven. Wanneer staat het volgende concert op de planning? Ik heb nog niks gepland hoor. Het kan best nog. Ja, het kan misschien wel nog, maar...